Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Rafa Silva met Marquinhos op de huid. João Mario. Drie mensen voor de goal, maar een voorzet komt er niet uit. Nu wel. Orsnes afleggen. En Rafa Silva met een knalletje. Laten we zeggen, het is de eerste doelpoging in de wedstrijd. Maar ik zie dat je niet je pen neemt, Gert. Niet nee, ja, ja, ik ga het wel noteren. Maar ik ga eerst kijken hoe ver dat erover was. En dat is toch redelijk ver. Maar ik ga het noteren omdat de eerste was. Zeker al een doelpoging. Dat is mooi. Ja. Ramos valt het ook een beetje mee, had ik de indruk. En hier weer de vrijheid voor Neymar. Mbappé de hoek ingedoken is, Silva daar naartoe. En ook de dubbele dekking, dus voorzetten maar. Neymar aannemen. Sarabia. Ja, dat zal dan de eerste bal tussen de palen zijn van de thuisploeg na bijna 34 minuten. Maar geen waarmee je kan scoren. Nee, flauw schot uiteindelijk. Mbappé, dat is vaardig. Ja, dat is mooi gecombineerd, maar goed. Bij Benfica iedereen nog in positie. Die hier een goede bal wel voor Bernat. En is de penalty. Jazeker. Te laat van Silva. Denk ik dat het is. En de inspanning van Bernat loont Silva daar naartoe. Hij zit er gewoon naast eigenlijk. Het is niet, ze komen eigenlijk samen op de bal. Maar hij trapt gewoon naast de bal. 6 minuten nog. Mbappé stuurt de vlag van Dimos de andere kant uit. En hij die al dan niet wil blijven, die scoort toch gewoon. Kylian Mbappé met de 1-0 een penalty. In een zeer kansarme wedstrijd. Zijn 31ste goal in de Champions League. Daarmee wordt hij recordhouder boven Cavani. Hij is de best betaalde voetballer ter wereld nu ook officieel, Kylian Mbappé. 131 miljoen euro per jaar. Ik denk dat het bruto is. Hier is hij. Ideaal voor hem. En dat doet hij graag. En het scheelt maar weinig. Een typische Mbappé-actie. Zo heeft hij er al ontelbare binnengekruld. Nu lukt het hem net niet. Nu naar Enzo. Orsnes. Meegeven met Grimaldo. 3-4 mensen voor de goal. Maar goed uitstappen of goed in. Stappen van Hakimi, combinatie met Orsnes. En in het zijnet, ja. Ik denk dat het een voorzet was. En die belandde nog vervaarlijk dicht achter de paal. Dan zag ik de reactie van Donnarumma. Orsnes, ja, dat wordt nog goed voor Rafa Silva. Kan hij tot een schot komen? Afgeblokt dan weer Ramos. Dat was met zijn snelle beentjes snel gedraaid. Enzo. Inspelen voor Orsnes. Gonçalo Ramos, dat kan hij. Ja, goed voor zijn man gekomen. Niet gekadreerd. Oh, 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 oh. Verratti, dat is toch een overtreding? Het is gewoon een penalty. Ja, het is een penalty. Ja, we gaan een penalty. Binnen. Het is een penalty. Heel onhandig van Verratti. Duidelijker binnen. Voilà, de strafschop is al gegeven door Oliver. João Mario tegen Donnarumma. Het is wel een kolos van een vent daar tussen de palen. Voor de gelijkmaker na 16 minuten. Maar gewoon door het midden. En Benfica hijst zich toch weer naast Paris Saint-Germain. Wat een feest daar aan de overkant. Bij de supporters van Benfica. 1 tegen 1. Draxler. Met Gonçalves. Draxler die doorloopt. Komt bij Grimaldo. Daar is Draxler. En een kans.
Even aarzelen nog. En wat doet hij dan? Uiteindelijk te veel tijd nodig. Een corner wel geforceerd. Neymar. Nee, daar is inderdaad het laatste fluitsignaal. Het was geen wedstrijd voor de geschiedenis, Gert. We gaan ze niet heugen zoals die van vorige week. Nee, hier gaan we weinig van onthouden. Er waren veel te weinig kansen. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.